Wij waren eigenlijk op zoek naar een app om onze leerkrachten een beetje ICT-vaardiger te maken. En dan zijn we beginnen te zoeken op het internet en kwamen dus School Update tegen. We zijn dan een beetje gaan kijken van wat kunnen we daarvan gebruiken. En zo hebben we een indeling gemaakt en zijn we begonnen met onze leerkrachten. En die zijn allemaal gestart dit schooljaar met School Update. En dan hebben we gevonden dus dat eigenlijk een heel plezant platform is, waar we dus online kunnen gaan oefenen op ons eigen tempo. We zijn dan ook gaan kijken naar of de modules die we wouden of aansloten met de dingen die we op school zochten. En dat is gebleken. We hebben het voorstel dan naar andere scholen toegebracht gehad, omdat we het wel een goed platform vonden. En dan zijn we uiteindelijk met 1000-tal gebruikers ingestapt op School Update. Ik merk echt wel een verschil in mijn klaspraktijk. Het heeft mijn lesgeven efficiënter gemaakt. En ik heb er toch wel, ikzelf en de kinderen ook, heel veel voordeel van ervaren. We hebben eerst een soort van toets afgelegd waarbij onze vaardigheden in een kaart werden gebracht. En op basis daarvan zijn ze eigenlijk gaan kijken wat wij als leerkrachtenteam nodig hadden. Ze hebben bij ons op school dan een aantal modules geselecteerd die we konden volgen. Een training bestaat eigenlijk uit verschillende stukjes, verschillende onderdelen. Je doorloopt eerst een aantal hoofdstukken waarbij je vaardigheden en je kennis worden versterkt. En tot slot volgt er dan ook nog een kleine toets om te testen of alles goed begrepen is. Ik heb van een heleboel modules mijn vaardigheden kunnen bijspijkeren en bijschaven. Ik ervaar het heel erg positief. Ik ben zelf nog niet zo heel lang geleden mama geworden. Ik volgde voordien vele bijscholingen. Dus ik vind het nu heel aangenaam dat ik zelf 's avonds, wanneer het mij goed uitkomt, op mijn eigen tempo kan bijscholen.